een tafel van 5 personen en die willen graag een ronde tafel. Dankjewel. Alsjeblieft. Ja. Vandaag ben ik horeca-medewerker en dat moet wel lukken, want dat heb ik jaren gedaan. Samen met Michael. En we zijn op het mooie, mooie Texel. Hey, hoe lang werk jij hier al? Ondertussen 7 jaar. Okay. Ik ben vanuit Utrecht ooit een zomertje hier begonnen via Randstad. En wat vind je nou zo leuk aan al 7 jaar in de horeca werken? De diversiteit. Yeah. Elke dag is anders. Je maakt nooit dezelfde gasten mee. Wat gaan we nou precies doen vandaag? Hard lopen, hard werken, veel zweten. En je hebt natuurlijk hier nou heel veel te maken met heel veel toeristen. Ja. Vind je dat soms niet irritant? Nee. Alle talen spreken? Nee, juist niet. Juist heel, leuk. Heel leuk mag wezen. Duitsers geven heel goed voor. The German. Ja. Het hangt er net vanaf wanneer je binnenkomt. Blad. Dan moeten wij hier naartoe. Oké, okay, lekker. 45. Nou. Oh, er zijn twee heren. Dag heren. Kijk eens, alsjeblieft. In principe nooit stilstaan, altijd blijven bewegen. Oké. Okay. Oh, kijk dan. Bingo. Kipnuggets moeten we mee hebben. Oh, oh. Michael, doe je nu? Deze meegeven aan de mensen of niet? Nee. Alles wat de grond heeft gelegen, gedaan. Ik denk dat we ons altijd vanuit gaan dat borden heet zijn. Bonnetje doordrukken, dan weten de collega's dat je het mee hebt. Dan gaan we met dit naar tafel. Nou. Nou, jullie hadden de mosselen, hè? Kijk eens, alsjeblieft. Lekker, dankjewel. Smakelijk eten genieten van. Is alles zo naar wens voor jullie? Ja? Ja. Oké, smakelijk eten. Nou lopen we nooit gelijk door naar binnen als je iets uit hebt gezuurd. En dan even rondkijken of er wat uit te halen valt, zoals de tafel daar in het midden is uitgegeten. Ik merk dat jij echt heel erg toegewijd bent. En... Dat heeft ook mede met de collega's en de baas te maken. Het is gewoon heel erg leuk werk. Hey, en blijf je dit voor altijd doen, denk je? Horeca? Nee, totdat mijn lichaam kapot is en dan kruip ik achter een bureautje of zo. Ja. Nou, dat zie ik jou voorlopig nog niet doen. Nee, ik denk het ook niet. Nee. Je bent best wel druk en je bent echt een harde werker, maar jij zou ook wel ooit een dag hebben, denk ik. Ik bedoel, iedereen wordt wel eens ziek, iedereen heeft wel eens een keer een kater. Je probeert er natuurlijk gewoon te zorgen dat je dat niet hebt, een kater, ja. Ik heb nooit kater. Maar leer je om mee te werken. Je moet hier ook flexibel zijn. Het zou zo kunnen dat je in plaats van half één toch een uur of anderhalf uur eerder wordt gebeld. Wil u hier zitten? Dat kan niet meer. Schuldveert. Heel veel mensen vergeten, de correcte manier om een houten tafel af te nemen is altijd met een nerf mee. Verschillende manieren om een tafel af te nemen. Ja. Neem je met er zijn naring? Mensen die nemen een zo een tafel af. Ja, die mensen heet Lonneke. Ja, de correcte manier van een houten tafel afnemen is je gaat met een nerf mee. Je ziet hoe de lijnen in het hout lopen. Ik vind je wel een beetje streng. Moet ook. Als horeca-medewerker moet je stressbestendig zijn. Goed kunnen multitasken. Je moet heel klantvriendelijk zijn. En ervaring in de horeca is een pre. Wanneer ga jij naar huis en denk je van nou... Als ik aan het einde van de dag niet het gevoel heb dat ik nog 3 à 4 kilometer wil hardlopen, dan heb ik een goede dag gehad. En veel tevreden mensen. Oh, die hebben we altijd.